tussen CDA en D66. Het CDA zegt dit. Voor de veiligheid van Nederland zijn harde maatregelen nodig. Siban Duma en Alexander Pechtold. Ja, goed voorbeeld doet goed volgen. Er worden handen geschud. U mag een kort toelichten uw stelling. Dank u wel. De onveiligheid in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. En dat komt met name door de dreiging van terreur. Maar ook door de dreiging van zware criminaliteit. Nou, hebben we de afgelopen jaren gezien dat onder leiding van de VVD het ministerie van Veiligheid en Justitie in een puinhoop is veranderd. Het roer moet dus om. En wij moeten maatregelen gaan nemen. We moeten eindelijk zorgen dat politie en justitie de bevoegdheden krijgen die nodig zijn. Dat geldt ook voor de AIVD. We moeten defensie fors vergroten. En we moeten eindelijk eens ervoor zorgen dat jihadisten die terugkeren aan de grens worden opgesloten en niet in het land rondlopen. Meneer Pechtold, ik dacht dat u klaar was. Er zou nog één zin achteraan gekomen. Ja. Bij al die voorstellen gaf D66 geen thuis. Hey, het venijn zit in de staart, meneer Pechtold. Ja, ik dacht al, waar komt hij? Nou ja, meneer Buma, ik zou zeggen, waar was u dan? Want nadat eerst, hè, u zegt die VVD heeft van het ministerie een puinhoop gemaakt, ben ik met u eens. Maar daarvoor zat u met de VVD en de PVV, zat u in een kabinet wat nou juist op die veiligheid zo ongelooflijk bezuinigd heeft. Ik weet nog, 1 miljard op defensie. Was zelfs een CDA-minister. Ik bedoel, er zijn bijna 20 F-16's per opbod verkocht. En dan de afgelopen jaren, toen we uit die crisis aan het kruipen waren, toen werd er gelukkig een soort trendbreuk als het gaat om veiligheid door het kabinet voorgesteld. En ChristenUnie, SGP en D66 zeiden, nou, we helpen er graag mee door bezuinigingen terug te draaien. En wat zei het CDA? Nee, dank u. We doen niet mee. Meneer Buma. Hoor ik nou goed dat meneer Pechtold werkelijk een vorig kabinet nodig heeft om de huidige dreiging van criminaliteit en terreur te gaan bestrijden? Wij moeten bevoegdheden geven en u bent er altijd tegen. Als het gaat om meer bevoegdheden van justitie om eindelijk internetcriminaliteit aan te pakken, tegen. Als het gaat om bevoegdheden voor de AIVD om internet, haatzaaien, criminaliteit en radicalisering aan te pakken, tegen. Als het gaat om eindelijk eens grensbewaking met camera's, 21ste eeuw, D66, tegen. Het is altijd tegen. Meneer Pechtold, het is niet zo dat de Nederlandse overheid de grote bedreiging is. Onze vijand, dat zijn de terroristen. Dat is de radicale islam. Daar moeten we tegen strijden. En daar hebben we onze diensten ontzettend bij nodig. En daar hebben zij van ons het vertrouwen van nodig en de bevoegdheden. Meneer Pechtold. En ik mis D66. Wat bevoegdheden betreft is er meer dan voldoende. En dat weet meneer Buma ook. En er hangen camera's bij de grens. Anders zou zo'n Turkse minister ook niet direct met haar kolonne zijn opgemerkt. Dus wat dat betreft, u maakt de hooiberg groter. En ik pak de speld die we met z'n allen aan het zoeken zijn. U maakt een heel lawaai, maar u levert niet op het moment dat er gevraagd wordt. Het vorige kabinet, dit kabinet, vandaag demissionair geworden, wilde een derde bezuinigen op de veiligheidsdiensten. Wilde de marechaussee terugbrengen, de politieagenten, het leger. En wat heeft D66 er mede voor gezorgd? Dat elke keer daar een trendbreuk was en dat er geld bij kwam. U vraagt om bevoegdheden. Ik geef aan de marechaussee, de politieagenten en de militair de mogelijkheden om het te doen. Toen we kwamen aanbellen, meneer Buma, bleef u op de bank zitten. Als het om veiligheid gaat en de afgelopen jaren was u nul. Een grote nul. Meneer afwezig. Meneer Buma, dit is de grootste call die ik ooit heb gehoord. De afgelopen jaren heeft het CDA alles gedaan om extra geld te krijgen voor justitie en voor de AIVD. Maar daar zijn we er niet mee. Want je kan wel geld geven, maar als je vervolgens die mensen met de handen op de rug bindt, heb je er helemaal niks aan. En iedere keer dat wantrouwen van D66 en iedere keer privacy, privacy, privacy. Terwijl het gaat om onze veiligheid, om het bestrijden van terrorisme. Dat is de kern. Daar zitten mensen op te wachten. En niet op die holle frazen van D66 die in de praktijk betekenen dat iedere keer als de AIVD bevoegdheden nodig heeft, D66 tegen is. Want ga er eens op in, u was tegen.
De E66 heeft ervoor gezorgd dat er 70 miljoen extra naar de AIVD ging. En iemand die in die keten werkt zit niet om nog een extra bevoegdheid te wetten. Die zat erop te wachten dat waar de begroting met een derde werd teruggeschroefd, dat daar werd wat aan gedaan werd, meneer Buma. Maar als ik uw beeld van de samenleving alleen al in zo'n negatieve stelling weer ziet. Het is het Wilhelmus zingen, het is dienstplicht, het is het paspoort. U slaat er zelfs helemaal in door. Gisteren was het Eva Jinek die de paspoort moet inleveren. Vandaag is het koningin Maxima. Ja, er radicaliseert veel in Nederland. Maar de laatste dagen is dat vooral Buma. Doe maar gek. Nee, dat doet u. Maar het gaat om de echte veiligheid van heel veel Nederland. Heeft u al een telefoontje gekregen van het paleis? En ja, ik wil inderdaad dat in Nederland de regel wordt dat we gewoon één nationaliteit hebben. Staat ook in onze wet. Ja, ik wil inderdaad dat de veiligheid toeneemt. Ja, ik wil dat mensen die zich niet aan de Nederlandse normen en waarden houden en er in strijd mee zijn, gewoon uit Nederland kunnen worden uitgezet. Want, waarom wil ik dat? Omdat veiligheid voor heel veel mensen heel veel waard is. Klopt. En die veiligheid, die koop je niet met alleen maar geld. Ik kom erop terug, die koop je ook door mensen bevoegdheden te geven. En dan kan je alles erbij gaan halen, leuk. Maar ik wil dat D66 is leert dat als wij in Nederland de baas willen zijn en niet de criminelen, dat we dan niet gaan gedogen, dat we het niet laten lopen, maar dat we het aanpakken. Ja. En altijd als het erop aankomt, zit D66 thuis en zegt het tegen. Ja. Meneer Pechtold, gaat u zien op dat argument dat het vooral de privacy is waarom u zo voorzichtig bent met dit soort stellingen? Nou, ik zou niet weten wat er tegen privacy is in dit land. En als er elke keer de valse tegenstelling wordt gezet. Wil je veiligheid of wil je privacy? Dan laat D66 zien dat je het allebei kan. Maar het probleem met het CDA is, de heer Klaver werd hier net de maat genomen, de heer Rutte, de heer Asscher, iedereen heeft het gedaan. Maar de afgelopen jaren misten wij gewoon de bestuurderspartij CDA. De partij die zo nu en dan in moeilijk weer bereid was om verantwoordelijkheid te nemen. Maar toen zat Buma op de bank toen er werd aangebeld. En ik denk dat u zo langzamerhand eens gewoon moet accepteren dat er een andere, maar dit keer progressieve middenpartij is geweest, die wel de verantwoordelijkheid wilde nemen en die het geld heeft geregeld. Voor de veiligheidsdiensten, voor het leger, voor de marechaussee. Want weet u wat er moet gebeuren als je echte grenzen wil bewaken? Dan moet je de marechaussee op goede kracht brengen. En wat zei het CDA dan? Nee, want het komt van Rutte. En meneer Buma heeft nou eenmaal iets met meneer Rutte, waardoor er helemaal niks is wat er van het kabinet goed is. Meneer Buma, daardoor haken mensen af. Meneer Buma. Ik geef toe, ik heb de afgelopen jaren niet bij Mark Rutte op het schoot in het torentje gezeten. U heeft niks gedaan. U heeft niks gedaan. Ik heb, anders dan u, het kabinet onafhankelijk gecontroleerd en ik had er geen achterkamers voor nodig. U wel. Ik heb dat niet gedaan en ik ben er iedere dag nog steeds trots op. En waarom u dat allemaal zegt? Omdat u wegloopt voor het probleem. Het probleem zit niet in Den Haag, het probleem zit in Nederland. Daar is de onveiligheid en daar willen de mensen een antwoord op. En mensen schreeuwen om een overheid die hun beschermt, die aan hun kant staat. Ja. Die niet zegt, we doen het niet, die zegt, we doen het wel. We pakken die jihadisten op, we sturen ze terug, we gaan die grenzen bewaken. We geven de AIVD bevoegdheden, we geven justitie bevoegdheden, we gaan defensie versterken. En wat zegt D66? Ik ga liever met het kabinet in het torentje koffie drinken dan dat ik de problemen echt oplos. Ga eens een keer voor iets zijn als het over veiligheid gaat, in plaats van altijd uiteindelijk als puntje bij paaltje komt nee te zeggen. Meneer Pechtold. Een extra wetje meer of minder, dat heeft u niet voor elkaar gekregen. D66 heeft ervoor gezorgd dat er geld komt. Dat er waar bezuinigingen waren voorgenomen, dat die zijn teruggedraaid. En dat er een trendbreuk is gedaan. Waar het CDA het militair arsenaal nog verkocht, en dat is niet zo heel lang geleden, 5-6 jaar geleden, toen deed dat het CDA, heeft D66 er nu voor gezorgd dat Defensie de eerste stap weer vooruit heeft gemaakt. Alleen de zin afmaken hoor. Nou, dat heel graag. Maar waar ik problemen mee heb, is dat er achter uw veiligheidsidee elke keer de wet van Buma zit. Precies. Je vraagt de wet, van Buma. Optreden. Je wet en van Buma. De wet van Buma is, je krabbelt 3 keer door en dan zit er weer iemand, een nieuwe Nederlander, een Marokkaanse Nederlander, een Turkse Nederlander die in het verdachte bankje wordt neergezet. Nee, meneer Buma, zo gebeurt dat niet. Meneer Buma. Als er problemen zijn, dan moeten we ze wel durven te benoemen. En dan moeten we ze ook oplossen. En u kunt iedere keer dan mij in het beklaagde bankje zetten en zeggen dat u zo ontzettend lekkere deals met het kabinet heeft gesloten. Oppositie hoort te controleren. En dat hebben wij gedaan. En u niet. Oké, okay. Slotwoord is voor de verdachte. Slotwoord voor de verdachte. Zegt dat zijn uw woorden. Meneer Buma,
toen u medewerker was van de Raad van State, toen u medewerker was van de CDA-fractie, was ik inderdaad gewoon... Wat is voor een beetje, sleu van deze start van u. Maar ga verder. Toen was ik als wethouder en als burgemeester en als minister gewoon bezig met politie. Oh. Was ik bezig met de veiligheid. Meneer Buma. Ja. Wat zegt goed, u nou? Kijk, zo lief. Ja. Ja. Dat loopt met CDA'ers nooit goed af als ze dat zeggen, hoor. Dat loopt nooit gewoon goed af. Ja. Ja. Gaat u afronden, meneer Bertel? Ik rond af. De afgelopen jaren ben ik er trots op dat wij er stonden voor de militairen, de marechaussées en iedereen die vroeg om de trendbreuk op het gebied van veiligheid. U wilde weer een wetje bij. Ik heb ervoor gezorgd dat er geld bij kwam. Dank u wel. Punt. Applaus. Straks daagt VVD.